Jongens, welkom bij de Tom en Peters Hot Coffee Show. Hoi. En de hoeveelheid ziekmakende bacillen die op dit moment in dit kopje koffie zitten. Daar lust je een honden geen brood van. Ik dacht, daar kun je echt een wereldbevolking mee vergiftigen. Maar. Nou ja, het is ook wel gezegd dat ebola door mijn kop koffie kwam. It's all your fault! All your fault! Too soon? Ja, too soon misschien, maar wel een mooi butterfly effect. Dank je. We hebben een nieuwe week, dus een nieuwe stelling. Elke week behandelen wij een stelling van jullie. Of een vraag. Het hoeft niet per se een stelling te zijn, het kan ook iets anders zijn. Maar stuur ze vooral in, elke week. Wij hebben leuke stellingen om te behandelen. En ik moet zeggen, vorige week is er ongelooflijk veel gereageerd op de stelling of season passes na je rij zijn. Ja, en het antwoord is ja, ze zijn na je rij. Wil je weten waarom, dan kijk vooral vorige week nog even terug. En bedankt voor al die reacties. En bedankt voor die warmte. Ja, en iedereen was het ook echt met ons eens. Ja, het is na je rij, maar toch koop ik ze. Ja, nee. Okay. Een beetje zo genuanceerd. Ja. Nieuwe week, nieuwe stelling. We gaan hem doen. Jee, trommelgroffel. Ja. Welke game-characters zouden Tom en Peter willen cosplayen? Van Glenn Lambrix. Glenn, ook echt. Glenn, ja, gaming laptop. Een gaming laptop. Welke characters zouden wij willen cosplayen? Ja, sowieso allereerst, wat vind je van cosplay? Want het komt wel steeds vaker voor. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar, het is alweer dood, Epicom. Maar dat draait ook best wel om cosplay. En op First Look zie je het ook al wel een beetje. Nou, daar gaan ze dit jaar op inzetten. Ja. Nu het First Look Festival is, heb je natuurlijk wel iets meer. Wow, het is een festival. Videogame culture iets. Het is niet alleen de games, maar ook de cultuur. Dus ja. Kom maar, draag een Deadpool pak. Cosplay is best wel vet. Maar ik kan het zelf niet, want ik heb er het lichaam niet voor. Ja, nou wil ik dus wel eigenlijk nog even benadrukken dat Pete 3 jaar geleden wel het lichaam voor een cosplay had. Ja, maar voor de blob. Ja, of de penguin van Batman. A penguin is a bird that cannot fly. I am a man. Dat sowieso. Maar ik ben nu zeg maar niet slank genoeg om zo'n geld Deadpool pak aan te trekken, maar wel. Gears of War. Daar heb je allemaal van die armor om je heen, dus dan maakt het eigenlijk niet uit wat eronder zit. Ja, oké, maar wat zou Peter kunnen cosplayen met zijn huidige lichaam? Ik weet het gewoon niet. Ik ben heel benieuwd wat zeg maar de kijkers denken van wat jij zou kunnen cosplayen. Want niet alle game-characters zijn zandloper-figuurtjes. Nee, maar jij zou supergoed Spider-Man kunnen doen. Ik zou er een Tobey Maguire-tje neer kunnen zetten. Ik zou het mooi vinden. Ondersteboven iemand zoenen in de regen. Super vet. Zo, je doet het gelijk wel heel over. Ja, ik ga er dan wel meteen voor. Nee, maar ik vind dus cosplay, ik vind het echt super vet om te zien. En vooral ook als er met professionele cosplay gewerkt wordt. Bijvoorbeeld Ubisoft heeft altijd Rick Boer staan om de nieuwste Assassin te spelen. Met dan de pakken die hij zelf ook maakt. Super top. Jessica Nigri hebben we wel eens gezien op E3 en op Gamescom. Echt super, super aardige meid ook. En goede. Giggity giggity. Giggity goo. Er was wel één keer een guy die ik echt heel tof vond. Er was een Commander Shepard in op Gamescom. Daar was ik wel een beetje verliefd op. Die was echt super awesome. En die droeg daarna nog, naast dat hij moest werken, zagen we hem bij het station, weet je nog, had hij een Star Wars shirt aan. Oh! Dat was ook nog echt een nerd. Het was niet een ingehuurde nerd. Zo van, ik weet eigenlijk niet wie ik speel en waarom, maar ik doe wel even cool met mijn wapen. Ja. Maar er zijn ook heel veel cosplays heel slecht, vind ik altijd. Het ligt er een beetje aan. Bedoel je dan zeg maar in hun overkomen of de outfit? In de outfit en het is best wel vaak skeer. Soms is cosplay wel van, ik zie wat je bedoelt, maar het lijkt er niet op. Ja. Zo van, leuk geprobeerd. En ik vind dat vooral Gamescom met Duitsers. Die vinden het niet zo erg als het niet zo goed is. Ja, maar tegelijkertijd zijn er daar ook echt de uitspringers die dan gratis de beurs op mogen omdat ze er zo tof uitzien. Maar je hebt inderdaad, ik heb ook wel eens een keer zo'n Altair gezien die echt 20, 30 kilo te veel woog of zo. En dan met zo'n verbuisd gezicht een beetje rondliep. Ja. En dan ook echt gewoon 1,20 meter was. Ja, met zo'n plastic soort stokje als mes, weet je wel. Bang. Maar ook echt niet een beetje een beige tint cloak, maar ook echt gewoon, weet je wel, hoeslaken wit. Ja, precies. Zodat hij net uit zijn moeders bed overtrek heeft geknipt. Dat is ook wel weer lief. Maar ik begrijp de hype van cosplay niet zo. En ik heb het idee dat die hype ook niet zo groot is als iedereen maar zegt. Ik vind het wel, het kan heel tof zijn als je er echt op ingaat. Als je echt een mooi pak maakt en je wil ook in de rol blijven. Dat is ook dope. Als het niet alleen maar cosplay is, maar ook roleplay.
dan kan het wel heel leuk zijn. Want op Epicon heb ik dus meerdere malen gezien. Of nee, op de Dutch Comic Con natuurlijk. Toen waren er heel veel cosplayers. En die, toen ze elkaar tegenkwamen, dan gaan ze ook improviseren in hun stijlen. Dus dan krijg je een Joker die een Harley Quinn tegenkomt. Of een Joker die in één keer met juist iets compleet uit zijn franchise. Weet je wel, die met een Halo-personage in één keer een heel scènetje doet. En dan vind ik het wel. Dan loop je dus op zo'n beurs en denk je, wat gebeurt hier? De Joker die aan het vechten is met Halo Master Chief. Super dope, weet je wel. Ja, wel vet. Dan maar is het wel gaaf. Is de hype zo groot te denken? Want ja, op Dutch Comic Con schrok ik ervan hoeveel cosplayers er eigenlijk waren. Dat had ik echt niet verwacht. Nee, ja, sowieso in Nederland is cosplay nog relatief klein. Dus het was daar al echt wel een verrassing, ja. Absoluut. Maar aan de andere kant, ja, wat hebben we eraan? Ik vind het heel sfeervol. En ik zou zelf ook wel een keer willen cosplayen. Wat zou jij willen zijn dan? Ik zou, sinds ik Life is Strange heb gespeeld, zou ik denk ik wel een Chloe neer willen zetten. Maar dat is dan. Jij? Nee, cosplay is dat. Dat heet cosplay. Als je een ander gender karakter neemt en dat naar je eigen gender buigt. Ik zou wel een mannelijke Chloe neer willen zetten. Female cosplay. Daar komt het van. Ja, dat zou ook kunnen. Drag queen races. Dragplay. Dat is, dragplay. Dus dat je gewoon een zou jij gewoon een drag zet willen zijn? Ik zou voor de grap wel eens een keer een drag race vet willen doen. Dat lijkt me wel echt vet. Ha! Gay! Oké, dus jij zou heel graag Chloe willen zijn. Of een Marshall Lee uit Adventure Time. Of een Finn uit Adventure Time is ook leuk. Maar wat is jouw ultieme cosplay? Even ongeacht van het lichaam. Ongeacht van. Als ik echt het lichaam had. Als je Barba Papa was en je kon morfen in alle vormen, welke cosplay zou je neerzetten? Ik weet je dat ik er eigenlijk nog nooit over heb nagedacht. Maar daar is daarom deze vraag ook voor. Ja. Dat we erover na gaan denken. Maar misschien moet er een timelapse komen. Dat ik moet even nadenken. Oké. Welke games vind ik ook weer heel goed? Oh, we kunnen dat liftdeuntje gebruiken. Nou, ik moet zeggen dat ik Obi-Wan Kenobi natuurlijk wel erg interessant vind. Maar dan. En dat is serieus een cosplay die ik zou kunnen. Want dat is namelijk gewoon een ochtendjas. Het is eigenlijk een ochtendjas en een lightsaber en een soort van Ewan McGregor stem. Ik denk wel aan dat je de episode 2-3 Obi-Wan Kenobi neer. Ja, daar ben ik groot fan van. Ja, oké, niet de 1 en niet de. Nee, ik ben niet de bejaarde man. En je wil niet als zo'n blauwe geest ergens verschijnen. Nee. Gewoon wel de episode 2-3. 2-3, 2-2, 2-3, ja. Die zou ik wel willen doen. Ja, die is vind ik wel een goeie. Ja. ja, die zou ik wel willen doen. My case. Ja. Ja. Nee, maar dat lijkt me wel vet. Maar dan ook wel echt heel Brits zou ik dan zijn. Anakin. Quite extraordinary. Your Jedi skills, but you're still my Padawan. Ja, awesome. Ja, dat. Maar dat zou ik wel willen. En anders, ja, de Master Chief is natuurlijk ook vet. Maar wel warm. Dat wordt wel heet en dat wordt heel veel je muts afzetten. Oh, en de Master Chief wel uit Halo 5, dan ook met die rope erbij. Ja, die was eentje op Dutch Comic Con. Die vond ik wel echt tof. Dat had wel iets moois. Dat had wel iets vets. Ja. Ik vind het sowieso een hele leuke vraag, dit. Dank je wel. Het is compleet iets anders. Thanks, Glenn. En vooral ook de vraag ook aan jullie. Wat vinden jullie van cosplay? Vinden jullie het iets te nerdy of juist een beetje kneuterig overkomen? Of vind je het wel vet en wil je zelf ook eens een keer als een game of serie of filmkarakter ergens rondlopen? En zo ja, welke? Ja, inderdaad, welke. En nogmaals, welke zouden jullie ons graag willen zien cosplayen? Misschien moeten we gewoon een keer naar de volgende Comic-Con gaan, zelf ook in cosplay. Dat zou wel vet zijn. Dat zou ik zou het wel leuk vinden. Steek als Star Wars, straks komt episode 7, dan moet ik misschien wel zo'n rogue. Ja. Nou, ik ga gewoon als mannelijke Chloe. Ja. Nee, vrouwelijke Chloe. Je ging namelijk. Nee, want. Oké, dragplay. Oké, dus ga ik voor dragplay of ga ik crossplay? En als ik voor dragplay ga, wie helpt me mee met het patent daarop vestigen? Want volgens mij bestaat het nog niet. Hetzelfde. Oké, cool. Jongens, bedankt voor het kijken deze week. En als je een vraag hebt of een stelling die je wil dat wij behandelen, een ander onderwerp, laat hem hieronder achter. En Glenn dacht lekker out of the box. Ja, dus echt, zeker hulde Glenn. Maar vorige week waren er ook heel veel leuke stellingen. Dus jongens, blijf vooral doorzetten. En bedankt voor alle input die jullie hebben bij deze fantastische, fantastische show. We zouden het niet kunnen zonder jullie. Santé, tot de volgende keer. Check Foendum. Gamersnet.nl. Altijd Foendum, ook echt met koffie. Ja. Choke. Gekkie. Ja! Volgende week, jongens.